Bij een pompstation is een man in de brand gevlogen. Dat gebeurde in het Brabantse Hazeldonk. De man kreeg per ongeluk brandstof over zich heen en vatte vervolgens vlam. Het slachtoffer rende brandend de winkel van het tankstation binnen en daar werd hij snel onder de douche gezet. De man liep ernstige brandwonden op en is naar het brandwondencentrum gebracht. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie is bezig met een onderzoek.